Welkom terug bij de Biggerblog. Ik ben Josine en ik heb weer een shoplog opgenomen. Ik ben helemaal weer losgegaan online. Monki, Forever 21, items van Zalando, H&M en Violetta bij Mango. Dus laten we maar gaan beginnen. Het eerste item is deze trui. Onder het kopje Orange is the New Black heb ik deze gekocht. Ik vond hem vooral echt heel erg leuk vanwege die wijde mouwen en omdat hij wat korter valt. Eigenlijk dus heel erg leuk op een rokje. Daarom heb ik hem ook daarop aangetrokken. Ik vind dat op zich ook wel heel erg leuk, maar ik heb wel al heel veel truien. En oranje is wel zo'n kleur die je niet elke dag van de week even mooi staat. Maar dit model vind ik echt heel erg leuk. Ik vind het ook een mooie kleur oranje. En de grote gaten erin, of hoe zeg je dat? Het losse breisel vind ik er wel echt heel erg leuk aan. Ik kocht hem in de sale voor een prikkie, dus ik denk wel dat ik hem ga houden. Volgende item is dit jurkje. Die kocht ik ook in de sale en die is ook van de H&M. En deze is van de Regular Collection ook en dat is een maat 44. En de trui trouwens, vergat ik net te zeggen, is een maat large. Zo zie je maar, shop your shape. Maar dit jurkje vond ik vooral leuk vanwege de groen, roze en oranje-rood tint. Dus eigenlijk heel veel kleuren. En omdat hij een opstaand randje heeft, misschien herken je de jurk wel. Want hij is precies hetzelfde als de blauwe jurk die ik in mijn vorige shoplog aan had. Maar ik vond het zo'n leuk model en het zit zo lekker. En ik vind het printje ook heel erg leuk, dus ik besloot gewoon om deze ook te kopen. Toen ik hem aantrok, zag ik wel dat ik hem best wel wijd vind. En dat vind ik ook met het blauwe jurkje. En ik draag hem dus heel erg vaak met een riempje. Dat laat ik je ook even zien hoe ik dat vind staan. Dan vind ik hem dus net wat getailleerder vallen en in mijn geval wat mooier. Dat gezegd, hij is best wel kort, dus ik zou dit wel met een dikkere panty dragen. Maar goed, ik heb nu deze panty aan om alles te passen. Maar ik zou dit wel met een 60 of 40 denier panty dragen. Het leek me dus ontzettend leuke combinatie met deze trui. Matchy matchy, want daar hou ik van. Maar eenmaal aan had ik wel een beetje zoiets van wow, het is best wel een collarboom. Dus ik weet nog niet of ik het samen echt ga dragen. Denk het haast wel hoor. Maar het was wel even wennen voor mijn doen, zoveel kleur. Laat me vooral weten of jij het leuk vindt staan of niet. Ik heb trouwens niet alles online besteld. Ik heb één ding in de winkel gekocht. En dat is dit lange blousejurkje van Monki. Die was ook in de sale. En het is gemaakt van een crepe kwaliteit. Dus een geweven stof. Maar hij heeft wel een soort van stretch erin. En het leuke aan Monki is dat ze heel vaak oversized items hebben. Dus Monki is geen bos zoals je dat noemt. Of die dragen of die hebben geen plus size maten. Maar ze hebben wel een hele erg grote fit soms. Dus oversized of baggy. Dus dit is een maat large. En ik geloof dat ze tot extra large gaan of zo. Maar ja, dus dit zijn altijd van die dingen. Moet je gewoon even kijken of je het past of niet. Ik vond hem echt onwijs leuk, omdat het print deed me heel erg denken aan eind jaren 80, denk ik dat het is. Super. Nou, dit rokje heb ik dus ook online gekocht. Bij Violetta, bij Mango was ook in de sale trouwens. Dit is een XXL en ik denk dat dat de grootste maat is en dat zal maat 50 of 52 of zo zijn. Maar het is echt een enorme stretchstof. Dat heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Het zit echt ontzettend lekker, maar ik vond het zelf niet heel erg mooi staan. Ik vond het heel erg tekenen bij mijn buik. En of ik hem nou heel erg laag droeg of juist heel erg hoog, dat maakte niet erg uit. En als ik hem gewoon droeg zoals hij naar mijn idee hoorde, vond ik hem ook best wel kort. Waar ik dus echt van baal. En het komt met name door die die gekke naad eigenlijk die hier zit. Waardoor ik een beetje ook het idee kreeg van oké, het trekt de focus naar het verkeerde punt toe, zeg maar. Maar goed, ik was vol goede hoop. En omdat ik meerdere dingen heb in zo'n pied de poel rijtje, dacht ik van nou, dat is onwijs leuk en spannend met knalrood. Dus, blablabla, waar ben je? Dus bestelde ik ook deze knalrode trui die echt super mega zacht is. Onwijs een lekkere grote kol. Ik vind het echt een super gave, lekkere, relaxe trui waarvan ik denk, die wil ik nu eigenlijk wel aan. Dus deze trui, dat is voor mij wel een blijvertje. Helaas zag ik wel bij het uitpakken al dat er een klein gaatje zat op de nek. Dus ik moet even kijken of ze mijn maat nog hebben en dan ruil ik hem om. Maar ik vind hem echt helemaal geweldig. En dit is overigens ook van de gewone collectie. Heb ik gekocht bij Zalando. Dit is een Dorothy Perkins trui. En dit is zelfs een maat 44, oftewel UK 16. En Dorothy Perkins vind ik over het algemeen altijd best wel ruim vallen. En dit moet ook een grote trui voorstellen. Dus ja, ik heb hem gewoon besteld en hij zit prima. Behalve van dat gaatje.
Mocht het je nog niet opgevallen zijn, ik ben dus een beetje in rokkenmood, maar ik kan echt steeds nergens goede rokken vinden. Dat ligt waarschijnlijk aan mij, maar het is wel frustrerend. Dus ik bestelde ook deze rok via Zalando. Deze is van Lost Ink. En ik bestelde hem in 2 maten. En dit is de maat 22. En dat is een Europese maat 50 en een Duitse 48, wat ik niet helemaal snap, maar goed, oké. Wat ik vooral heel cool aan deze vind, is dat hij zakjes heeft. En de rits en, kan je het zo zien? De rits en de ceintuur vind ik natuurlijk ook echt heel cool. Maar ik had eigenlijk verwacht dat hij wat meer shiny zou zijn. Een beetje zo'n lakleer effect, en dat is hij niet. En ja, ik heb al best wel veel gewoon leren rokjes. Dus ja, ik denk niet echt dat dit hem dan wordt. Maar omdat ik gewoon heel erg graag wilde dat het werkte met die trui, heb ik het toch eventjes bij elkaar aangetrokken. Ik vond het wel heel erg leuk en ik vind ook het altijd zo'n ontzettend verschil hoe je het draagt. En op een gegeven moment heb ik dus de trui in mijn tailleband gedaan aan de voorkant. En dan zie je dus wat zo'n onwijs verschil dat geeft. Dus op die manier vind ik de rok wel heel erg leuk, maar ik denk niet dat dit iets is wat ik heel erg graag ga dragen. Ook omdat hij vrij high-waisted is. Dus hij zit bij mij hoog in de taille. En dat, ja, dat vind ik over het algemeen niet zo heel erg lekker zitten. Dus helaas gaat deze rok ook terug. En daar baal ik wel een beetje van. Want ik had echt, ja, een soort van lepeltje van goud. Weet je wel, zoek het goede rokje. Maar het is niet dat ik geen rokjes heb. Dat weet je. Nou, soms kan het van mij niet echt bekakt genoeg. Dus ook bestelde ik dit jasje onder het kopje Chanel voor beginners. Jasjes van Dorothy Perkins en ook daar was ik vol goede moed. Dat is een maat 46, oftewel een UK maat 18. Deze zat wel echt te krap op mijn bovenarmen, wat ik echt heel erg jammer vind. Maat 46 had op zich misschien wel goed gezeten, maar ja, die was er blijkbaar niet. Maar ik vond vooral de pied de poule erg leuk en dat er dus meerdere pied de poule maten, versies, prints, ik weet niet hoe je het uit moet leggen, in zit. Ja, en dit. Ja, ik hou ervan. Lekker kak, lekker tutty. Maar helaas, ik ga hem niet houden, want hij zit echt te krap op mijn bovenarm. En ik ga gewoon even kijken of hij dan nog in maat 46 te krijgen is. En ik bestelde ook een paar items bij Forever 21, de Plus collectie. En meestal weet ik daar ongeveer wel wat ik pas en wat mijn maat is. Maar ik moet zeggen, ik vond het nu best wel moeilijk. Ik had dit jurkje besteld, waar ik helemaal verliefd op was vanwege de print. En ik vond dit echt zo'n jurkje die je dus nu aan kan trekken, maar ook nog in het voorjaar. Het is gemaakt van best wel een dun tricot. En dit is een 2X, wat hun 1 na grootste maat is. En meestal zit ik tussen 1 en 2X in, maar deze was echt best wel krap. En met name heel erg kort. Ik ben maar 1,70 meter en als ik dit jurkje aan heb en ik durf al niet eens meer te bukken, dan vraag ik me af wat mensen die langer zijn dan ik aantrekken. Of in ieder geval hoe ze gaan bukken dan. Maar goed, ik vond het in ieder geval onwijs leuk met mijn white fit leren laarzen. Maar helaas ja, is het jurkje gewoon echt een beetje te krap. Ik vond ook het mouwtje erg schattig. Ik weet niet of je dat detail hebt gezien met dat strikje. En hij heeft ook een mooie V-hals. Over het algemeen is het echt een heel leuk jurkje. Maar hij moet dus een maatje groter of ja, of hij is gewoon niet aan mij besteed. Natuurlijk zou ik dit ook dragen met een veel dikkere panty. Deze panty die ik er nu bij aan heb, die is me echt te dun. Maar ik vind hem wel erg leuk. En het is een jurkje van 18 euro. Dus ja, heel erg leuk. Zo kort als een jurkje kan zijn, zo lang is een broek. Deze broek namelijk, het is eigenlijk meer een soort legging, die is echt gigantisch lang. Ik had hem al echt heel erg high-waisted hoog opgetrokken en nog moest ik de pijpjes echt omhoog trekken voor het effect. Want deze broek heeft zo'n aan de onderkant, waardoor je hem dus echt heel cool over je voeten kan dragen of over je schoenen zelfs. Wat ik echt super tof vind en helemaal leuk. En het doet me echt onwijs denken aan de 90's. Maar goed, dus ik helemaal vol goede moed dit ding aangetrokken. Maar ja, hij is me echt veel te lang. Hij zit wel echt enorm lekker. En ik zit ook nog een beetje te twijfelen zelfs om een maat kleiner te bestellen. Dit is namelijk de 3X. Wat de grootste maat is. En misschien met een maat kleiner dat hij dan ook wat strakker en dus wat korter valt. Deze is 20 euro. En ook niet in de sale trouwens. En ja, ik vind hem echt heel erg cool. Nou hou ik niet alleen van glitter, nu hou ik ook van eigenlijk alles wat glimt. Dus ook van zilver, metallic, goud, dat soort dingen. Dus toen ik deze jas in een soort van, nou ja, laten we het zilver noemen met, ja, met een, hij reflecteert nogal mooi. En ik vond het echt onwijs tof. Dit is echt gewoon zo'n festivaljasje of om je outfit net even wat leuker te maken. Het is natuurlijk niet echt een serieuze jas. Maar ik vind het wel echt heel cool. Capuchonnetje erbij. Hij kan ook gewoon prima dicht.
Dit is een maat 2X, dus de ene grootste maat. En ja, ik vind hem zo cool. Ik weet nog niet helemaal hoe ik hem ga dragen. Waarschijnlijk ook niet overdag, maar ik vind hem zo cool. Telt dat? Nou ben ik niet een hele erg grote paars fan. En ik ben ook niet een hele grote fluweel fan. Ik vind het soms mooi. Maar soms zie je iets en dan vind je het gewoon mooi. En dat had ik met deze top. Ik kreeg echt een enorme Prince-achtige vibe hierbij. Hij heeft echt een enorme V-hals zoals je ziet. Maar ik vind hem wel echt heel erg mooi. Het enige waar ik me wel echt, stoorde zoals je ziet, is dat hij echt enorm kort is. Dus ja, dan ga ik daar de hele tijd een beetje aan lopen plukken en trekken. En dan wordt hij uiteraard niet langer van. Dus ja, helaas, deze top is voor mij te kort. Hij is wel echt heel erg cool bij een high-waisted broek of rok. Dus als je daar fan van bent en dat graag draagt, dan zou ik zeker zeggen, schaf hem ook aan. Ik heb hier de 2X aan. En ja, die zat eigenlijk gewoon goed. Dus ja, prima. Alleen ja, voor mij echt veel te kort. Nu zag ik op de website van Forever 21 dat ze nu ook een paar andere merken verkopen. En volgens mij is dat ook online exclusive. Verkopen ze het alleen maar in de webshop. Dus daar kocht ik ook van deze blouse. Dus ik had natuurlijk geen idee hoe het zou vallen. Ik heb een 2X besteld, wat normaal echt prima zit. Ik vond hem zo mooi vanwege die aparte mouwen. En omdat het ook best wel een mooie ja, snit heeft. Of tenminste, zo leek het. En ook de strepen en gewoon alles vond ik leuk eigenlijk. Ik kan het wel op gaan noemen. Ik twijfel wel een beetje over een enorme V-hals. Want als er iets me niet zo heel goed staat, is een V-hals. Maar ik dacht, ja, kan ik er gewoon een top onder dragen. Maar ik deed dus aan. Nou, vraag je hoe ik me erin heb gewurmd. Maar ik had hem aan en toen dacht ik ook van oké, misschien kan ik beter gewoon nu niet meer ademen. Dus helaas is het voor mij niet echt de ideale top. Wat ik wel echt ontzettend jammer vind, want ik vind het echt een onwijs toffe originele pasvorm, snit. Ik weet niet een beetje hoe ik het uit kan leggen, maar ik had gehoopt dat hij me echt heel erg top zou staan. En vooral dat hij heel erg lekker zou zitten. Maar deze zat zo precies pas dat ik me er niet meer lekker in voel. En een maatje groter wordt denk ik ook echt te groot op de schouders en de armen. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je mijn shoplog leuk vond. Ben benieuwd welke items jij vindt dat ik moet houden en waarom niet. Of waarom wel. En duimpjes omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Dan zie je de volgende filmpjes ook. Ik zie je online.